Ik had het al gezegd, hè. Van die Monique, van die André Hazes. Die Monique, beter bekend natuurlijk als Moontje. Ik had al gezegd, zij is de moeder Teresa van Berkel Roderijs. Ja, want zij heeft daar al die tijd zitten wachten om op de terugkeer van haar duifje. Want zo ziet zij dat. Want die André, beter bekend natuurlijk als Dreetje, haar Dreetje... Die had het even nodig om uit te fladderen. Die had even zijn vrijheid nodig. En dan zou hij wel weer terugkomen in zijn duiventil. Nou, maar ja, goed, hij ging steeds er maar weer uit. Want we kennen dat verhaal nog, hè. Hij ging eerst naar de Bridget. Dat weten we nog, hè. Nou, toen kwam hij weer terug van de Bridget. En toen vroeg hij de Moontje. Oh, wil je alsjeblieft met me trouwen? Nou. En toen had hij dat gedaan. En toen fladderde ons duifje weer weg, Dree. En Dree, die ging naar onze Sarah. Ja. En van Sarah ging hij naar Anne-Roos. Ja. Oh ja, van de een naar de ander. En toen fladderde onze vriend weer terug naar Berkel Roderijs, naar moeder Teresa. En daar zat Moontje op hem te wachten. En nu zijn zij weer samen, omdat ik het al zei, Moontje heeft een hart zo groot als het IJsselmeer en is vergevingsgezind tot het maximale. Nou, en zij gaan nu op reis om een vorm... Ja, goed luister wat ik nu ga zeggen. Om een vorm te vinden voor hun relatie. Ja, is je dat? Daar word ik zo gelukkig van. Van dat soort dingen. Ja, een vorm. Ja, een cakevorm. Een tulband. Tulbandje misschien. Appeltaartje vorm. Hoe kan je dat verzinnen? Ja, wat dacht je gewoon van een beetje gewoon lekker samen in een huisje en gelukkig zijn? Nee, we gaan nadenken over de vorm. Nou, goed. Maar die vorm, dat gaat hem dus helemaal niet worden, vrienden. Voor de toekomst. Dat kan je helemaal schudden. Want die vorm, die weten we al. Want onze Dreetje, die blijft het gewoon keurig buiten de deur doen. En moeder Teresa blijft thuis zitten in Berkel Roderijs. In afwachting elke keer tot haar duifje weer binnenkomt vliegen. Ja, het is me een toestand. Maar los daarvan zeggen ze ook nog eens een keer, ja, maar het is zo goed dat we samen op reis gaan, want het is zo goed voor de kleine Dreetje. Ah, de kleine Dreetje, ineens. En dat soort dingen, dat melodrama, dat valse sentiment, dat irriteert me zo. Want nu is ineens, oh, het is zo belangrijk voor het kleine ventje. En hoe belangrijk was het toen voor het kleine ventje, toen de grote Dree er steeds vandoor ging en wegging van huis. En toen was ons kleine mannetje niet belangrijk. Ah, ga toch op. Nee, dat is helemaal niks. Maar goed, vrienden. Er moeten eigenlijk maar twee dingen gebeuren. Dat wil zeggen, onze Dree, die moet gewoon weggaan daar. Die moet gewoon lekker op zichzelf gaan wonen. En achter zijn pik aan en achter de dames aan. Klaar. En Moontje, die moet gewoon iemand gaan zoeken van haar eigen leeftijd. En gewoon verder, gelukkig verder leven. Nou, ik ben het kwijt.